Hey mensen van dagelijks AD. Zie jij wat ik zie? Want ik zie het wel. Mijn naam is Binan en ik ga Amnesia spelen voor jullie. De custom story. Ik heb twee custom stories. Ik ga Alma spelen. Die heb ik als eerste gedownload. Het heeft een heel hoog cijfer. Dat was namelijk laatst een goedgekeurd gastrol op dagelijks AD gekomen. En dat was Amnesia Funny Moments. Ik vond het persoonlijk heel grappig. Andere mensen vonden het wat minder, een beetje gemengde reacties erover. Maar ik las ook heel veel reacties van, oh, wat heb ik Amnesia gemist op dagelijkse D. Want dagelijkse D begon, voor de mensen die het niet weten, die echt nieuw zijn op DAD. Dagelijkse D begon met de allereerste video, ik geloof zo'n 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden, met Amnesia. Amnesia was de allereerste video die ik deed. En je kan zeggen, ah, PewDiePie, maar ik was eerder dan PewDiePie. Nee, maar dat boeit geen fuck trouwens. Maar Amnesia is dus echt zeg maar de roots van dagelijks AD, weet je. Daar is het begonnen als het ware. Dus ik ga dit doen. Ik ben Alma, ik ben een jong meisje. You wake up in a prison cell. Iets met een gevangenis, oké. Okay. Story, bla bla bla. Start. Ik geef geen fuck om het story. Het geluid zit ook veel te hard. Ik vind het geluid zo akelig. Dit brengt wel weer herinneringen terug, zeg maar. Oh nee. Ik doe het echt voor jullie, ik doe het niet voor mezelf, want ik zou dit nooit spelen. Maar ik heb er zin in, laten we beginnen. Oh, zo lang geleden dat ik dit heb gedaan. Zo lang geleden. Waarom hebben we het zwart scherm? Ah. Ik zie alles 500 keer. Ik ben denk ik aan de drugs. Ah, daar hebben we de welbekende hand van Goedemorgen. De Goedemorgen hand. Oké, even in de box. Nice. Het eerste papier. Het eerste in de box. Ik kreeg het in de box. Geen mij niet meer. Ja, dat wist wel. Why did daddy lock me in here? Raping, of course. Was it because I accidentally dropped the teapot in front of our guest? Bla bla bla. Oké, nice. Sowieso is hij opgesloten omdat die vader gewoon haar wilde verkrachten. Keihard. En toen is hij de sleutel vergeten. Toen dacht hij, fuck it. Laat me zitten, dan blijft toch niks waard. Ligt hier wat? Er ligt hier wat. Oh, het is een emmer. Nice. Oké, we gaan de deur uit. Oh, what the hell? Hij kan niet open. Moeten we hier dan uit? Was dat een hold air? Wacht, ik doe eens even het licht aan. Er stond iets met hold air, dan ben ik het kwijt. Ga eens weg. Wat is dit? Dat zijn stenen. Oeps. Sorry. Ik kan niet zo open. Er stond iets met hold air, wat was dat? Ik heb het nog nooit gezien. Ah. Ah, wat gebeurt hier? Oh, zat ik vast aan deze dingen? Maar waarom werd het net licht en nou ineens niet meer? Wat moet ik doen? For a strong push in the direction you face. Oh, wacht. Waar is die steen? Hier. Ik kan dit niet open krijgen. What the fuck? Wat moet ik dan doen? Nou jongens, het zit er al op. Ik ben klaar met Amnesia. What the fuck? Wat wil je dat ik doe? Haal me eruit. Joe. Haal me eruit. Haal me eruit. Oh wacht, wat ligt hier? Een needle. Oh nice ouwe.
Die gaan we openmaken. Hoe doe je ook weer de inventory open? Hoe doe je je inventory ook weer open? Druk elk knopje. Ik weet niet meer welk. What fuck? Hoe deed ik dat nou weer? Pressing N. Nee, dat weet ik niet. Map? Nee. Hoe doe je inventory? Waarom ben ik dat vergeten? Options. Ik ben het gewoon vergeten. Ik ben het compleet vergeten. Key config. Tab. Oh. Oh ja, met tab. Kijk, nou, dan doen we deze. Gaan we hem gebruiken. Is je open? Nice. Ik ben vrij. Papa, waar ben je? Papa, waar ben je? Ik ga wraak nemen op jou. Fucking klootzak heeft me achtergelaten in de kelder. Om te verkrachten. Maar ik ben niet bang. Want ik ben niet een verkrachtbaar meisje. Ik ben een meisje met girl power. Ik ben Alma. Oh, what the hell. What the fuck, een gigantische olifant. Kom hierin. Oh, die deur bent natuurlijk een kop aan. Hier kunnen we ook in. Is elke kamer hetzelfde of zo? Oh nee, wacht, hier ligt wat. Godverdomme, ik wil een boek lezen. Oh. Pff. Wow. Oké. Logisch. Wat is dit? Een tja, een stoel. Nou. Oké. Kijk hier. Oh, wat de hel. Oh mijn god. Oh mijn god, wat gebeurt er? Ik zag iets. In mijn ooghoek. Zal vast niks zijn. Ik ga hierheen naar links. Oh, what the fuck. Oh mijn god. Doe normaal, man. Kakkelak. Kakkelak lurf. Stomme ding. Hoe je ook heet. Kulina. Weet je dat trouwens, wow, het Amnesia monster Hans heet? Dat is echt waar. Die heet Hans. Die noemde ik Hans. En die heet nog steeds Hans. Dus oh mijn god, daar heb je hem. Zou ik naar hem kijken? Hoe komt hij nou naar boven? Oh my god. Wat heeft hij gedaan met dat kind? What the fuck? Ik hoor hem niet meer. Oh my god. Ik zit toch gewoon een beetje de kind, een kind te vermoorden. Dus hij wil me niet verkrachten. Heb ik een lantaarn? Nee. Hij wil me dus niet verkrachten. Oh nee, daar heb je hem. Daar heb je hem. Doe de deur dicht. Waar kan ik heen? Waar kan ik heen? Waar kan ik heen? Ik moet hem verstoppen. Ik moet hem verstoppen. Alsjeblieft, wees stil. Oh my god, hij komt naar binnen. Waarom? Ga weg, alsjeblieft. Alsjeblieft, je ziet me niet. Nee, donder op. Waarom is hij hier? Hij gaat zo omdraaien, dan ziet hij mij. Hij gaat omdraaien en hij ziet mij. Alsjeblieft, zie mij niet. Ga weg. Oh my god. Hans was fucking dichtbij, ouwe. Hij is weg. Oh my god. Hans was echt fucking dichtbij. What the hell, man. Is hij er nog? Nee, hij is weg. Oh my god. Wat ging je doen trouwens? Ik ging je boekje lezen. Zo, kijk of alle laadjes wat zit. Een boek, hebben we niet nodig. En een sleutel, hebben we wel nodig. Hé, hey, wat is dit? Tinderbox. Nice. Hebben we ook niet nodig. Ligt hier nog wat?
Ik kan zo slecht zien, hè. Wow. Oh, hier is een kast. Oh. Ik had gewoon die kast in moeten gaan. Maar ja, ik was nou ook veilig. Daar niet van. Gelukkig. Die hebben we ook niet nodig. Stomme map. Shirt van mijn vader. Shirt van mijn vader. En ik heb niet eens een vader. Ik woon helemaal alleen. Let's go. Hij is nergens hier zo. Nee. 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 Oh shit, dan ben ik de weg kwijt. Kut, waar kom ik ook weer vandaan? Kom ik hier nou vandaan? Nee, dit is nieuw. Hier ben ik helemaal niet geweest. What the fuck, wat is dit? Het ziet eruit als een stuk poep. Nice. Gooi dat even in de oven. Oh. Hier, poepbakken. Zo, jij bent echt een poepbakken. Zo. Lekker poepbakken. Jij bent echt een poepbakken. Wat ben jij? Een poepbakken. Sanity potion. Volgens mij heb ik die nog nooit gebruikt. Oh, wat verdamme. Het viel er nou weer op de grond. Hé, hey, dit is zo'n hoed. Die kun je dan op je kop doen. Dat hebben die Chinezen ook. Een Chinees hoed. Een China hoed. Ik zoek allemaal spullen hoor, daarom gooi ik al die shit weg. Borden. Oh mijn god, ik hou van borden weggooien. Dit is heerlijk. Yeah! Oh yeah, dit is lovely. Kom maar. Wow! Heb je dat ook wel eens? Dat je... Fuck you! Gewoon alles kapot wil gooien in bestek. Bam! Dat je in de winkel loopt en dat je ziet... Dat je al die borden ziet en dat je denkt, dit moet allemaal kapot. Kapot en kapot. Oh, daar hou ik echt van. Waarom maken ze niet gewoon een keer een game waar je dan gewoon constant alleen maar borden kan kapot slaan? Pa. Nou, dit zijn allemaal nutteloze spullen, man. Hier hebben we helemaal niks aan. Is nergens iets nuttigs. Bovenop ook niet. Pam, klets. Nee, hier ook allemaal niet. Hoppakee. Klets. Oh, die kan niet kapot. Oké, varken. Oh, wat de hel? Hallo? Kan ik eens ook draaien? Ja. Hallo. Hey, hallo. Goedenavond. Je kijkt naar het 8 uur journaal van Vlees in de Kerk. Vandaag hebben wij een speciale aflevering, want we hebben vandaag Amnesia. Sinds 1,5 jaar weer op dagelijks alleen. En voor de rest kijken we even naar het weer. Het weer is fantastisch. En het is een harde windslag. Een harde windval. Een harde windval. Dit is een harde windval, zei ik. Dit is een harde windval. Dit is een harde windval. Dit is een harde windval. Harde windval. Dus. Slaap zacht. Slaap zacht. Wat is dit? Een mes. Kunnen we hem opensnijden? Oh, ga eens weg. Ik kom opensnijden. Kan dat? Oh my god. Waarom wil ik dat eigenlijk doen? Ik ben sick. Ik spoor niet. Zo. Oké. Geen idee waar we heen gaan. We lopen gewoon. Er zijn nog deuren. Hoor ik nou weer. Dit gaat niet open. Dit gaat ook niet open. Zit hier iets in? Niet echt. Shit, af en toe heb ik die sanity. Dan moet ik even naar het licht gaan kijken. Wat is dit? Oh my god, wat is dit? Oh my god, what the fuck is dat? What the fuck is dat? Wat de hel is dat? Fucking ongestelde vliegende muis. Oh my god. Ga weg! Klootzak! Maak je dood, ouwe. Waar is hij? Hier, ik sluit hem op, ik sluit hem op, ik sluit hem op. Hop, snel de deur dicht. Fuck you, bitch. Zo, is hij nou weg? Ja, hij is weg, hij zit daarin. Ha, fuck you. Fucking stomme vliegende ongestelde kutmuis. Ik hoor hem nog steeds. Volgens mij is hij wel weg. Dus laten we het hopen. Oh, deze kan open. Waren we hier al geweest, of niet? Ik heb geen flauw benul van of we hier al geweest waren of niet. Soms kan er ook dingen liggen onder het bed. Vandaar dat ik daar even kijk.
Hier is onder. Nee. Niks. Oh, hier kan misschien onder liggen. Ja, er lag een stoel. Is dat niet de prison waar ik kwam? Waar ik begon? Ik weet niet welke kant ik op moet. Ik loop gewoon een kant op. Jezus Christus, man. Maar dat is wel vet hoor, die custom stories. En ik denk dat ik meer van dit soort custom stories moet spelen. Wat de hel? Ben ik hier al geweest? Dit staat allemaal open. Hallo? Hoe ben ik hier weer? Volgens mij kom ik hier vandaan. Maar dit staat allemaal al open. Ja, hier kom ik vandaan. En toen ging ik rechtsaf. Dus nu moeten we rechtdoor. Oh mijn god, wat de hel, dat zag er raar uit. Ja, hier moeten we heen. Oké. Weet je trouwens dat ik ook andere Amnesia filmpjes heb gezien op YouTube. En vaker een goedgekeurd video heb gekregen van mensen. Alleen, en goedgekeurd is dus een gastrol, hè, dat iemand anders op mijn kanaal mag. Voor als je het helemaal niet weet. Maar die mensen speelden het allemaal met daglicht. Ben je nou fucking pussy of wat? Dan spelen ze met daglicht en dan gaan ze doen alsof ze bang zijn. Gaan ze overacten. Dat is lelijk, man. Dat moet je niet doen. Dan wil je er zogenaamd erbij horen. Dat is niet cool. Je moet het 's nachts spelen. En je moet serieus spelen. En oprecht bang zijn. Of niet bang zijn. Ligt er maar net aan. Maar als je niet bang bent, dan moet je dit spel niet spelen. Want dan is het ook niet leuk om te kijken. En ik... ik vind het kut. Maar ik weet dat jullie het leuk vinden. Om mij te zien schijten in mijn broek als een fucking meisje. Geen idee waarom. Maar misschien willen jullie mij mijn poesje zien. Of mijn vagina. Hey, anybody, help! Help. Help jezelf. Ik ga gewoon door hoor. Yes, you deserve this. Yes, it was. Dit is echt zo... Oh mijn god, man. Dikke epilepsie, kutflits. Jesus Christ. What the fuck? Dit loopt dood. Oh wacht, er was één deur. Die heb ik nog niet in geweest. Oh. Hier kan ik niet in. Wat als ik hier die prison key op gebruik? Nee. Er was namelijk nog een deur waar ik niet in kon. Dat was deze. Volgens mij moet ik deze hebben. Ja, deze moet ik hebben. Wacht. Heb ik nou een lantaarn? Ik heb olie. There's nothing to fill with oil. Ja, dit is hem. Ik moest hierheen. Nice. Oké, mag ik dan ook een lantaarn vinden? Dat zou ik wel fijn vinden, zeg maar. Ik zie echt geen fuck, ouwe. En daar komt die wind vandaan. Kan ik hier nog heen? Ligt hier nog wat? Nope. Oké, dus hier niet heen. Hier ook niet heen. Oh my god, de fucking slette kut. Godverhel. Oh mijn god, moet je kijken. Kippenvel is de fucking motherfucking bitch. Damn, son. Oh my god. Fuck you. Holy shit. Oh, hoe heb ik deze gemist? Oké, we gaan door. Fucking kut. Oh man. Let's continue the journey. Weet ik veel. De journey. Fucking Justy Benz journey. Justy Benz is eigenlijk best wel goed. Oké, dat was sarcasme. Hallo deur. Hey, meneer Aard, noem ik jou. Ik noem jou meneer Aard. Alles goed, meneer Aard? Ja, alles goed. Nou, bij mij ook. Ja, daar versta ik helemaal niks van. Oh, oké. Nee. Wat? Een badminton racket? Ik wil zeggen basketbal racket. De hel. Ziet voor je, mensen basketballen en dan met zo'n racket in de handen zo.
Ik zie het niet voor. Wow. Hey, wacht, dit is geen badminton racket. Dit is een vliegenvanger. Maar dat is een halve. Een katapult vliegenvang badminton. Wat de hel? Hier, mag je hebben, meneer Aard. Alsjeblieft. Ik kan het ook als bril gebruiken, zie je dat? Staat wel. Staat goed, meneer Aard. Staat goed. Zit die wel in? Nope. Dit is fijn, man. Licht, weet je. Dat is fijn. Dat vind ik fijn. Heb ik gezegd dat ik het fijn vond? Ja, ik vind dat fijn. Licht. Ligt hier wat op? Nope. Oeh, dit vind ik fijn. Ik voel me op mijn gemak nu hier. Hallo, Klok. Hallo. Hallo, Milan. Hoi. Heb je dan maar dezelfde stem? Huh? Meneer Aard, je hebt dezelfde stem als meneer Klok. Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Hallo, meneer. Hallo. Wacht, die lenen? Heb je nog meer dingen die eraf kunnen? Loop. Ik heb nog tinderboxes, toch? Ja, 4. Nice. Mooi nummer. Mooi nummer. Fuck you. Waarom gaat dat niet kapot? Ik wil dit kapot hebben. Sla dit kapot. Damn, son. Ga kapot. Hoppakee. Test subject 1, bla bla bla, nieuwe formula, prisoner nummer 15. It's so hilarious how people scream and cry over pain. Zo, die doet aan SM, sowieso. Oh, what the hell? Oh, zo. I decided to drag prisoner 7 to the torture table. Oh mijn god, die gast is een fucking gestoorde. Mijn vader is gestoord geworden. Maar dan proosten wij op. Proost! Oké. Okay. Zo, ik moest de boer laten. Nog één. Hallo. Laten we naar binnen gaan. Oh, de muziek stopt. Dan gaat er iets gebeuren. Oh mijn god, een gigantische... Gigantische... Plassende viool. Harp. Dit is een harp. Gezellig hier hoor. Erg gezellig. Het ziet er leuk uit. Ik heb de sfeer dit. Dit is echt sfeer. Even tussen de beentjes kijken. Nice! Heb ik dat gezegd? Dat weet ik niet. Oeh, deze is dicht. Oké, dus die moet open sowieso. Wacht, ik kan je wel een gezicht geven. Hier. Ik ga je een gezicht geven. Alsjeblieft. Wat de hel? Oké. Alsjeblieft. Volgens mij vind ik het grappiger dan dat het werkelijk is, maar maakt niet uit. Hier kan ik in. En... Kan ik hier ook in? Hier kan ik ook in. Daar kom ik vandaan. Oké, deze doe ik even dicht nog. Dan ga ik eerst hier in. Kijk wat hier is. Oh, wat? Daar kan ik niet in. Oké, dan gaan we niet daarin. We gaan op avontuur hier. Maar dit is fijn, man. Licht. Kan ik ook naar buiten kijken? Nee, shit. Help. Papa. Ik moet even in mijn rol komen. Papa. Want ik ben een meisje, toch? Verdomme. Oh, vader is aan de drugs. Ik zie het alweer. Leuk hoor. Papa. Ben jij aan de drugs? En wat zijn dit? Papa. Alsjeblieft, mevrouw. Hier heb je een wiel. Zo. Wat is die aan het doen? Die is die kont aan het slaan. Wat is het? Een geit? Nee, koe. Stier. Weet ik veel. Oké, hier verder niks. Oh, wat de hel? What the fuck? Er ligt gewoon een klein poppetje. Een soort action man en dan naakt. Ik moet ineens schapen. Sorry als jij nu ook moet schapen, maar ik moet ineens schapen. Een muziekding. Hold down the left mouse button and do a circular motion. Oh my god, fuck you, bitch. Komt hij weer aan? Hij komt eraan. Doe die kast open. Oh mijn god, waarom gaat die kast niet open? Godverdomme, die kast ging niet open. Ah nee, flikker op, man. Flikker op. Ik ga niet eens kijken. Wat de hel? Waarom is het nou ineens donker? What the fuck? Was dat de muziek des doods?
Heb je de varken van het Goedemorgen vanavond journaal weer? Woepakee. Hey. Oh. Boem. Zo leuk. Zo varken. Oké, okay. Paddenstoel, paddenstoel, dinges. Wat de fuck gebeurde er net? Werkelijk waar, geen flauw idee. Zaten we net ook in deze kamer? Ja, er stond net een bed. Of lijkt dat zo? Ik durf er even niet te kijken. De deur is dicht. De deur is dicht. De deur is dicht. Ik kan ook niet springen. Oh, hier ligt wat. Een key. We gaan de volgende keer gewoon verder. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze Amnesia. Vond je dit nou leuk? Deel het met je vrienden. Heb je geschrokken? Of ging je niet schrikken? Maar vind je het gewoon leuk? Druk even op het groene duimpje en abonneer op de dagelijkse idee. Dankjewel voor het kijken. En weet je, het zou echt super vet zijn als dit net zoveel likes krijgt als de Minecraft Kingdom series. Want dit is namelijk dagelijkse idee klassiek. Dit Amnesia. Maar dankjewel voor het kijken. Later.